Henk van Os, de voormalig directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam, gaat het reorganisatieplan van interim directeur Georges Verberg van het Groningen Museum onderzoeken. In het plan van Verberg verdwijnen zeven fulltime banen in het museum en worden vijf vertrekkende personeelsleden niet vervangen. Bovendien wordt er bezuinigd op tentoonstellingen en ook de afdelingen moeten een deel van hun budget inleveren. Van Os doet het onderzoek naar de gevolgen van het plan voor het museum in opdracht van de provincie en de gemeente. De gemeente wil niet dat het museum afglijdt naar het niveau van een provinciaals dorpmuseum. Het staat als een paal boven water. Het museum moet zijn artistieke waarde houden zoals hij het nu ook heeft. Uh, het kan misschien wel in een iets wat, uh, wat, wat zuiniger jasje, ik bedoel zo uitbundig als het in het verleden gebeurd is. Dat lijkt me niet, uh, niet verstandig. Maar wel als het gaat om tentoonstellingen van naam en faam, ook in het buitenland, die willen we hier graag hebben. En we hebben van ons gevraagd uh, om samen met een bedrijfskundige, die trekken samen op. Om vooral die artistieke waarde te beoordelen. in relatie tot het reorganisatieplan. Dus voldoet de structuur straks, zoals voorgesteld. ook aan die ambitie. Er wordt ook gezocht naar een vervanger voor de ontslagen directeur Kees van Twist. Ik vind ook dat het onderzoek van Van Os. zou daar ook input voor kunnen geven. Wat voor een soort persoon heb je nou nodig? En uh, we, zouden, we moeten op zoek naar een artistieke. Directeur, maar wel die verstand heeft van de zakelijke en bedrijfsmatige kant. Dat is een interessante mix. Daar gaan we naar op zoek. Artistiek staat bovenaan wat ons betreft. Maar die mix is interessant en dat proces loopt nu. En we gaan samen kijken of we de juiste persoon kunnen vinden. Het rapport over de financiële situatie van het museum. Het rapport van Henk van Os. En het reorganisatieplan van Verberg moeten snel leiden tot een definitief plan voor het museum. We streven ernaar om deze week met de provincie overeenstemming te hebben over de oplossingsrichting. Als dat lukt, dan proberen we dinsdag daarover in de college een gesprek te hebben. En dan zullen we dat bij een positief besluit ook kenbaar maken.